bent bij Rijnmond. Rijnmond nu. Nieuws en discussie. Met Ronald van Oudheusden. Een bijzondere goedenavond en welkom terug bij het derde uurtje van Rijnmond Nu. En voor de mensen die aan de radio gekluisterd zitten. Het is ook leuk om mee te kijken natuurlijk. Dat kan het komend uur via Rijnmond.nl. En ook via de gratis te downloaden Rijnmond app kun je de beelden zien hier in Rozenburg. We zijn te gast in het muziektheater De Ontmoeting aan de Koninginnenlaan nummer 9. Dus woont u in Rozenburg en heeft u een prangende zaak die u met burgemeester Abu Talib wil bespreken, want hij is ook de baas van Rozenburg, dan zou ik zeggen spring lekker op de Solex, op de fiets of op de benenwagen. En dan kun je nog een staartje meepikken. Er is soep hier verkrijgbaar, er is natje en een droogje. En burgemeester Abu Talib, ik heb het net al bekendgemaakt, hij is veilig hier aanbeland via geheime wegen, laten we het zomaar even benoemen. Burgemeester Abu Talib, van harte welkom en leuk dat u hier te gast wil zijn. Het is geen onbekend terrein, hè, Rozenburg, voor u? Nee, Rozenburg is een van de buitengebieden samen met Pennis en Hoek van Holland, waar ik een paar keer per jaar, dat heb ik ook beloofd overigens, toen Rozenburg deel uit ging maken van Rotterdam, dat ik hier een paar keer per jaar echt gepland zou langskomen om met bewoners en mensen van de gebiedscommissie ook te praten. En dat doe ik een paar keer per jaar. Ja, gaat u dan incognito om gewoon als de geluiden van de burgers uit Rozenburg te horen? Nee. Gaat u dan met alle decorum? Nee, hooguit. Dus de vraag, heb ik een stropdas om of geen stropdas om? Maar ik ben hier gewoon vol naar het burgemeester. Geen ambtsketen, maar vaak fietsend door het dorp. Onder begeleiding van mensen die mij iets willen laten zien. Ja. Nou, vandaag heeft u ook geen stropdas om deze uitzending. Dus het kan een informeel en constructief uurtje worden. Zo'n beetje 50, 60 mensen uit Rozenburg hier in het muziektheater verzameld. Er staat een microfoon. En nogmaals, u kunt meekijken via Rijnmond.nl. En ik denk toch dat we zullen soms best pittig discussiëren. Want er zijn wat hangende ijzers die hier een beetje dwars zitten bij de Rozenburgers. Ik zou toch allereerst... Ja, de ijzers, dat zijn vooral muziekinstrumenten, zie ik. Daar zie ik één. Precies. Maar je bedoelt waarschijnlijk heet hangijzers. Heet hangijzers, ja. Nee. We gaan dadelijk een hete soep, burgemeester. Ik zou eerst voor burgemeester Abu Talib een warm applaus willen hebben. Uit het publiek. Nou, hartstikke goed, meneer burgemeester Abu Talib. Laten we gelijk beginnen, want dit is het meest democratische uurtje op Radio Rijnmond. En u, Rozenburgers, heeft de macht en het woord. Ik zie een mevrouw bij de microfoon staan. Stel u eerst even voor en stel dan uw vraag aan burgemeester Abu Talib, alstublieft. Oké, ik ben Els het Hoofd. Ik woon nog niet zo heel lang op Rozenburg, nog maar 7 jaar. Voor een groot deel naar volle tevredenheid, maar ik heb toch wel een paar dingen waar ik niet zo blij mee ben. Onder andere wat er nu gaat gebeuren op de Landtong, maar daar wil ik het niet over hebben. Dat zijn andere mensen die hierover gaan praten. Wat mij verbaast is dat, de burgemeester heeft zelf al net aangegeven hoe moeilijk het is om hier te komen. Dat is dus iedere dag, hè, in of uit Rozenburg, in de spits moet je niet proberen. Want je staat soms echt een uur of nog langer in de auto in de spits. Openbaar vervoer is voor ons ouderen goed geregeld, dat is gratis. Maar ja, eer ik in het centrum van Rotterdam ben, met de bus en de metro en noem maar op, ben ik anderhalf uur verder. En wat ik mij dus afvraag, eigenlijk zolang ik hier woon, in Rotterdam vaart een waterbus, er zijn watertaxis. Vanuit Rotterdam kan je overal komen, zelfs tot aan Dordrecht toe. Dat hebben we een keer gedaan, hartstikke leuk. Leuk ook om te doen. Waarom niet naar Rozenburg? Waarom niet naar Hoek van Holland? Dat is ook Rotterdam. Zeker weten, ja. Nee, overigens, het verkeer zit niet alleen vast in de richting van Rozenburg. Rond die tijdstip zit het verkeer rond Rotterdam overal vast. Dat zegt ook iets over de verbindingen waar we mee te maken hebben. Vandaar natuurlijk dat ook nog een A13, A16 aangelegd gaat worden. En dat ook een tunnel hier aangelegd gaat worden. Maar als je nu rond die tijdstip naar Amsterdam gaat op de A4, zit je net zo goed vast. De A20 naar Hoek van Holland zit je ook vast. Naar Utrecht zit je vast. Naar Gouda zit je vast. Maar op het water nog niet. Nee, maar ik bedoel, om ook de indruk weg te nemen dat het alleen maar richting Hoek van Holland dat vast zit. A13, A4 zit ook allemaal vast. Op zichzelf overigens zegt dat ook iets over de economische bedrijvigheid in het gebied. Want als de economie goed draait, dan is er ongelooflijk veel verkeer. In tijden van crisis zagen we dat op de A13... het aantal files spectaculair was afgenomen. Dus op zich hangt die file voor een moment natuurlijk ook nauw samen met de economische bedrijvigheid. Over het openbaar vervoer, over het water, daar is langere tijd ook in de gemeenteraad over gesproken. Ik ben er zelf bij geweest. Er zijn moties voor ingediend, bij mijn weten, in de gemeenteraad. En die hebben het niet gehaald. En de overweging daarbij is, het is niet rendabel. Het haalt
Maar marginaal aantal reizigers is de verwachting vanuit Rozenburg en vanuit Hoek van Holland. En vandaar dat toen de tijd ook de gemeenteraad besloten heeft om het niet te doen. Zoals een verzoek tot een verkenning was toen de tijd, als ik me niet vergis, afgewezen. Dus dat is het argument. Niet zozeer dat je niet deze kant op kunt rijden, maar dan zou je ongelooflijk veel geld moeten neertellen voor misschien maar een paar reizigers. En dat werd als niet reëel beschouwd. En ja, daar kunt u niet mee eens zijn. Dat kunt u niet mee eens zijn. Maar ik vertel u wat de gemeenteraad besloten heeft. Ja, dat begrijp ik. Daar ben ik voorzitter van. Ja. Maar als het dan om geld draait, het gaat zo goed met de economie, dan mag er ook wel wat meer voor burgers gedaan worden. En ik ben zelf met de waterbus naar Dordrecht gegaan. Dan rijden we met de auto naar Ridderkerk, want daar kan je goed parkeren. Daar stappen we op. En er zitten er ook maar 3-4 mensen aan boord overdag. Dus ja, dat argument begrijp ik dan niet helemaal. Maar goed. Nee, maar ik zou u ook niet willen ontmoedigen om daar niet voor te blijven strijden. Maar ik vertel u wel wat de gemeenteraad op grond van de feiten tot nu toe besloten heeft. Ja, maar ik zou zeggen, houdt u dat punt wel op de lijst en blijft daarvoor strijden. Ja, maar dat doen we ook, want de gebiedscommissie is er ook mee bezig geweest. Ik zie de dames en heren van de gebiedscommissie hier links van mij zitten. Dus. Maar ja, jammer. Ik hoop echt dat het ervan gaat komen, want het is een van de oplossingen, denk ik. Punt is gemaakt. Nou ja, ik weet niet of dat echt de oplossing is voor een hele lange termijn. Dat kan natuurlijk alle beetjes helpen. Maar ik heb ook verwachtingen van de tunnel die hier gaat komen. En ik heb ook verwachtingen van de A13 en A16 als het gaat om het ontsluiten van Rotterdam. Dus laten we ook afwachten wat dat met zich mee gaat brengen. Ik hoop dat ik het mee mag maken. Ja, dat doet nou, dat gaan we zeker meemaken. Nou, kijk, ik heb grijze haar. U heeft nog hele mooie blonde haren in de kleur van de herfst. Dus, ja, met charme kunt u haar niet overtuigen, denk ik, burgemeester. Nee. Maar dank u voor uw, voor uw vraag. En, en blijf lekker luisteren. Ja. Het openbaar vervoer hier in Rozenburg. Blijf ook de politiek het punt duidelijk maken. De politiek heeft dit standpunt nu ingenomen. Wie weet wat er nog de komende tijd gaat gebeuren. Maar blijf het politiek bestoken met het vraagstuk. Okay, bedankt. Maar als je in Rozenburg gebruik wil maken van het openbaar vervoer, dan kun je met een bus naar Spijkenisse, dan kun je een metro pakken. Je kunt met de pont naar Maassluis, daar de Hoekse lijn pakken. Nou, de Hoekse lijn hoef ik u niks over te zeggen. Die rijdt voorlopig nog niet. Maar mensen, het is best wel lastig om deel te nemen aan de activiteiten in Rotterdam. Dus ik kan me wel iets voorstellen dat mensen denken, ja, we zitten een beetje in het achtergebied van Rotterdam. Nou, kijk, die metrolijn die gaat rijden. Waar ik echt zorgen over heb, ik ben hier recent geweest en met jongeren gesproken. Dat is echt uitgaan voor jongeren. Dat is echt problematisch in het weekend, vrijdagavond, zaterdagavond. De bus houdt dan gewoon in de vooravond zo'n beetje op. Ik heb toen tegen de jongeren gezegd, ik ben bereid om met de politiek het gesprek aan te gaan over wat je dan voor de jeugd in het uitgaan in het weekend kunt organiseren. Wellicht zijn er ouders die misschien bereid zouden zijn om vrijwillig te zijn om iets van een bus of iets van inhoud te rijden. Dat ze dat samen met de gemeente zouden kunnen doen. Daar moeten we een keer wel met elkaar over kunnen samen spreken. Samen met de gemeente? Ja, samen met de gemeente, samen met de ouders en samen met de jongeren. Je zou er eens over na kunnen denken om te kijken of je zo'n oplossing kunt bieden. Want voor de jeugd die in het weekend wel uitgaan, is het wel problematisch. Dat erken ik. Ja. Maar daar zijn de gesprekken dus over gaande. Er zitten weinig jongeren hier in de zaal. Ik heb het idee een keer gesuggereerd en daar kreeg ik eigenlijk nauwelijks een respons op. Wellicht is dat geen idee. Nou ja, dan is het weg. Ja. Maar misschien hebben de jongeren ook andere suggesties of andere ideeën waar je over kunt spreken. Dus ik zou zeggen, laten die bovenkamer even draaien. Misschien is het een goed idee als u volgende keer weer naar Rozenburg gaat om echt met de specifiek jongeren hierover te praten. Want het is wel een belangrijk punt. Ik sprak toen ook specifiek met jongeren. Ja, ik ben zelfs naar de bushalte geweest om met jongeren te spreken. Ja. Het regende alleen die avond. Lekker samen zitten chillen. Ja. Ja, de hangburgemeester. Dames en heren hier in de zaal in Rozenburg. Ik zie een jonge dame naar voren komen naar de microfoon. Hoe oud ben jij en wat is je naam? Ik ben een jongeman. Excuus. Ja, je hebt prachtig haar. Ik ben jaloers hoor. Wat dacht u, burgemeester, dat een jongeman was? Ik dacht dat dit de zanger van Bee Gees was. Nee, ik dacht dat het van het beentje Hanson vroeger. Van Bob. Volgens mij genoeg oudere mensen om te weten of hij Bee Gees was, hè, toch? Ja. Jongeman, wat is jouw vraag en wat is je naam? Ik ben Bas van IJsden. Ik woon hier in Rozenburg al mijn leven. En ik had een vraagje over de activiteiten die er te doen zijn voor jongeren en basisschoolkinderen van de leeftijd 10 tot mijn 18 hier op Rozenburg. Want wij hadden een paar jaar geleden hadden wij Stichting Push hier. Dat is nu weggegaan. Die deed regelmatig een zaalvoetbaltoernooi of gewoon toernooien met sport en buiten. En nu is dat vervangen door DIA. Dat doet heel veel ook. Dat is breder. Dat doet ook heel veel voor de ouderen, heb ik gehoord. Maar nu valt het een beetje weg voor de jongeren en de basisschoolkinderen, zeg maar. Merk ik. Want er is niet meer heel veel te doen.
Ja. Ja, kijk, wij kunnen natuurlijk vanuit de stad niet de activiteiten hier organiseren. Dat moeten jullie ook vooral zelf ook doen. Waar ik zelf echt trots op ben, is dat Rozenburg de afgelopen jaren geweldige mooie accommodaties bij heeft gekregen. Rozenburg heeft een sporthal die echt zich mag meten met de vele voorzieningen die Rotterdam rijk is. Ik kan me zelfs vertellen dat er gebieden zijn in Rotterdam die zo'n prachtig mooie sporthal niet hebben. Prachtig mooi zwembad. Met ook nog een geweldige mooie bar-kantine erbij. Ik had ooit gesuggereerd van waarom kun je niet die bar-kantine ook niet in het weekend gebruiken voor uitgaande jeugd. Als je dat zwembad, ik heb het nu helemaal voor me, afsluit, dan hou je in het midden een prachtige mooie gelegenheid waar je met jongeren kunt chillen, muziek kunt draaien of jezelf kunt zijn. En aan de andere kant van de bar is er een geweldige mooie sporthal waar je allerlei activiteiten kunt organiseren. Dus in ieder geval is er hier infrastructuur. Ruimte is er. Het moet wel geprogrammeerd worden. En daar doe ik ook een beroep op de ouders, zeker als het gaat om de kleintjes. Ja, om een beetje op z'n Rotterdams de mouw op te stropen en met de eigen jeugd ook aan de slag te gaan en ook dingen daar te programmeren. Prachtig mooi sporthal, laat het vooral niet leeg staan. Waar heb jij behoefte aan? Hoe oud ben je? Ik ben 14. Waar hebben jullie pubers, jonge pubers behoefte aan hier in Rozenburg? Want er gebeurt hier van alles. Ik sprak zojuist iemand van het muziektheater De Ontmoeting. Ook hier heel veel activiteiten. Maar daar kun jij je ei niet kwijt? Nou, ik heb gewoon het gevoel dat het niet heel erg bereikt wordt. Ik zit niet meer hier in Rozenburg op school. Dus ik ben hier ook niet zo heel vaak. Maar ik heb het gevoel dat er het bereik, zeg maar, tussen de jongeren en de activiteiten die georganiseerd worden een beetje slecht is, zeg maar. Het sluit niet op elkaar. Ja, het sluit niet op elkaar. Ja, maar dat is toch echt ook een gesprek wat je moet hebben met degene die de activiteiten aanbieden. En als jullie zelf als groep jongeren van jouw leeftijd, 14, 15 jaar, het gevoel hebben, ja, er is voor ons niet zoveel in de aanbieding, ja, dan zou ik zeggen, maak er vooral werk van dat degene die dit moet aanbieden ook een beetje op jullie moeten letten. Aan ruimtegebrek kan het niet zijn, want er zijn wel prachtige voorzieningen in de Rozenburg waar je gebruik van kunt maken. En ik wil je even complimenteren, jongeman, dat je het heel goed hebt verwoord. En jij zou best het voortouw kunnen nemen in een initiatief met leeftijdgenoten hier in Rozenburg. Want je hebt het mooi verwoord en je hebt geen microfoonvrees. Dus talentje. Doe dat vooral. Ga dat doen. Veel succes daarmee. Kijk, hartstikke goed. Ja, is mooi. Dat Rozenburg, we hebben natuurlijk de afgelopen uur ook over de geschiedenis gesproken. Sinds de jaren 50 heel erg veranderd. Ja, als ik hier binnenrijd. En ik ken het zwembad ook. Hè. Mijn zoon is wedstrijdzwemmer en we zijn daar vaak te gast met wedstrijden. Een prachtig modern bad. Daar kan inderdaad de regio jaloers op zijn. Maar dan heb ik wel het idee, ja, wat moet je hier als jongere eigenlijk doen? Hè? Nou, ik zei net al, er is natuurlijk een zwembad, maar is ook een sporthal. En ik weet niet of die vol geprogrammeerd wordt. Volgens mij niet. Daar kun je nog veel meer mee doen. Maar je kunt niet voor elke activiteit een aparte voorziening maken. Je kunt natuurlijk ook de hal ook gebruiken voor andere voorzieningen. En ik ben ervan overtuigd dat de bar binnen de accommodatie, het multifunctioneel centrum, dat je die ook, als je die op een bepaalde manier goed gebruikt, je kunt bijvoorbeeld ook alcohol verwijderen. En dan voor de jonge jeugd kun je daar in het tussengebied kun je daar mooie activiteiten organiseren. Je kunt er zoals activiteiten organiseren. Zwemdiscoavonden. Ja, je kunt dus niet voor elke activiteit een gebouw gaan neerzetten, maar dat is hartstikke kostbaar. En dat hele complex heeft uit mijn hoofd gezegd, het is van 15 miljoen euro gekost. Dus er is ook niet op bezuinigd, zullen we maar zeggen. We hadden zojuist een vraag stellen van 14 jaar. Dit is duidelijke meneer, geen mevrouw zie ik. En die is een stukje ouder. Wie is u? Dat zei chef Noek al vroeger. Maar wie bent u? Mijn naam is Willem Boon. En wat wilt u graag kwijt aan burgemeester Abu Taleb? Ik zou graag meneer Abu Taleb wat willen vertellen. Wat de wens is van een overgrote meerderheid van de Rozenburgse bevolking. We hebben namelijk, u hebt het er net aangegeven, een geweldig mooi sportcomplex. En in dat sportcomplex is ook een heel mooi zwembad. En daarvoorheen, toen dat gebouw opgeleverd werd 2 jaar geleden, hadden we daarvoor 40 jaar een oud zwembad. En in dat oude zwembad zat een geweldig mooi kunstwerk. En het was ontworpen en gemaakt door een geboren Rozenburger. Ja. En dat kunstwerk, dat hebben we eruit gehaald en dat is momenteel opgeslagen hier in het gebiedskantoor. Wat wij willen, dat is dat kunstwerk graag in het nieuwe zwemgedeelte van de sportcomplex. En dat kan namelijk heel goed, want die achterwand is nu helemaal grauw en grijs.
En de voorkant, hè, waar je als het ware binnenkomt, is het helemaal wit. Als die achterkant ook wit gemaakt wordt, dan kan dat kunstwerk, wat voorheen ook in een witte achtergrond zat, kan daar ook heel mooi in. Meneer Aboutaleb, wij hebben tientallen mensen de huizen langs laten gaan, verleden jaar. En er zijn 1600 handtekeningen aangehaald. Gewoon de vraag voorgelegd aan de Rozenburgse bevolking. Wat wilt u met dat kunstwerk? Dat moet in het nieuwe zwembad komen. Nou, helaas dat lijkt is me dat een nog duidelijke niet vraag. Gebeurd. Nee, dat lijkt me een duidelijke vraag. Appel-eitje, even naar de nou, do-it-self-winkel. Zo simpel ligt het niet. Er is zelfs bijna een wethouder op gesneuveld. Echt? Ja, serieus, in de gemeenteraad. Zo eenvoudig was het allemaal niet toen de tijd. Wethouder Snijder heeft daar toen de tijd nogal wat appeltjes te schillen gehad met de gemeenteraad toen de tijd. Dat was allemaal niet eenvoudig. En dat had te maken vooral ook met de afmetingen van dat ding, meen ik, van het kunstwerk, wat niet helemaal zou passen binnen de ruimte die daarvoor beschikbaar was. Of er nieuwe omstandigheden zijn, dat kan ik niet voorzien. Ik had deze vraag overigens wel verwacht. Maar of er nieuwe omstandigheden zich voordoen nu, waardoor het ineens wel te doen zou zijn, kan ik niet overzien. Maar ik zou het graag mee willen nemen naar de nieuwe wethouder sport, als je dat goed vindt, naar Sven de Lange. En hem de vraag opnieuw voorleggen van zie jij nog mogelijkheden om dit alsnog te doen. Gesteund door, wat is het, 1600 handtekeningen? Ja. Ik neem het mee terug naar het college. Wordt vervolgd. Fijn, dank u wel. Ja. We blijven het volgen. Ja. Dat probleem met dat kunstwerk, was dat dan een esthetische discussie of was het een veiligheidsdiscussie dat ding naar beneden kon flikkeren? Dat had ook een kunstwerk. Een kunstwerk wat niet flikkert, zal ik niet zo snel zeggen. Ik zei net dat ding en dat vond ik al oneerbiedig. Volgens mij had dat ook vooral te maken met de afmetingen. En het had ook iets met auteursrechten, architecten, beelden van architecten, de vorige architect, de huidige architect. Volgens mij zat er iets wat niet helemaal lekker was. U voelt het al, ik ben niet heel goed geïnformeerd over het kunstwerk. Maar ik denk dat het goed is dat ik het mee terugneem naar Sven de Lange. Mag ik daar nog een toelichting op kleine geven? Kleine toelichting en dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. En de files natuurlijk. Ja. Toen die order om dat nieuwe sportcomplex te bouwen binnengehaald moest worden, toen zei de architect, ik doe alles voor de Rozenburgse bevolking. Hij zal alles voldoen naar hun wensen. Het contract is getekend. Er is toen een kink in de kabel geweest om het niet in het nieuwe zwembad direct te doen. Dat geef ik toe. Maar goed, fouten zijn er om hersteld te worden. We zijn in een vroeg stadium, toen dat complex nog gebouwd werd, naar zijn kantoor gegaan in Hilversum met 3 man. En toen hebben we dus in alle rust proberen te bewerkstelligen dat kunstwerk toch nog in dat nieuwe... Ja. Laten we niet in herhaling vallen. Burgemeester heeft u toegezegd dat de wethouder... Ja, één korte vraag. Ik heb hem 1 vraag gesteld aan die architect. Ja. Als het gebouw klaar is, hoe vaak komt u dan op Rozenburg? Nee, dan heeft hij hier niks meer te zoeken. Nee. Maar goed, u heeft wel de toezegging van burgemeester Aboutaleb dat het bij wethouder Sven de Lange wordt aangekaart. Want 1600 handtekeningen is niet voor niets. Ik laat het ook weten via de gebiedscommissie. Het is misschien wel handig dat u dan ook op die manier het antwoord krijgt. Nou, wordt vervolgd en wij zullen dat ook namens Radio Rijnmond natuurlijk gaan volgen, deze zaak. Burgemeester Aboutaleb, u kent het format van deze uitzending. Halverwege moeten we even Zaagmans binnenlaten voor de hoofdpunten van het nieuws. En natuurlijk het weer en het verkeer. Ik zou zeggen, blijf lekker zitten, dames en heren. Ik ben beren blij dat jullie in grote getale hier zijn opgekomen. Dankjewel alvast en zometeen het vervolg. Rijnmond Nu. Nieuws en discussie. Goedenavond, dames en heren. Ook hier in dit prachtige culturele centrum, het muziektheater, de ontmoeting aan de Koninginnelaan 9 in Rozenburg. We zijn hier tot 7 uur te gast met Radio Rijnmond. Een aantal prangende zaken die de bewoners van Rozenburg graag willen bespreken met Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, die hier vanavond een uurtje te gast is. We hebben een aantal zaken al besproken het afgelopen half uur. U kunt trouwens meekijken via Rijnmond.nl en ook via de gratis te downloaden Rijnmond-app natuurlijk. We zijn er allebei op gekleed, burgemeester. Heel goed, informeel, zonder stropdas. Is dat bewust eigenlijk op zo'n avond? Ja, bij bezoek aan Rozenburgers hoef je geen franje. Het zijn gewone mensen die een gewone burgemeester voor zich hebben. Dan had u nog 1 ding extra moeten doen. Opstropen die mouwen. Ja, eigenlijk wel. Ja, zo'n blote mouw, dat is ook al zo wat. Hè? Ja. Ja. We hebben een nieuwe vraagsteller hier bij de microfoon staan. Een bekende muzikant maakte vroeger deel uit. Ik heb eerder deze uitzending met hem gesproken van de hardrockband Picture. Daar zit hij nog steeds in trouwens. Een oude rocker van 67. Nou, brand maar los. De man met het matje. Ja, goedenavond burgemeester. Ik ben Rien Vreugdenel.
Bewoner van Rozenburg. En we maken ons ernstig zorgen over de Langton in het natuurgebied. Ronald van Oudheusen die had het al gezegd. Het is, als je s'avonds hier rijdt, is het net science fiction. Je komt door vuur en vlammen heen. En dan kom je bij de Langton. En dan kom je eigenlijk een soort oase van stilte en van natuur. Nou, we worden... Afgelopen twee weken zijn we overvallen door de berichten dat er een distributiepark gebouwd gaat worden. Windmolens in het gebied van de begrazingsweide, enzovoort, enzovoort. Begin dit jaar hebben wij overleg gehad met het havenbedrijf. Want die connecties die hebben we wel. En we zijn eigenlijk op het verkeerde spoor gebracht. In het begin hebben ze gezegd dat het gebied naast... het educatief informatiecentrum zou gebouwd worden. Nou, daar was iedereen mee eens. En nu horen we dat het nog veel verder doorgebouwd gaat worden. Dat eigenlijk tot aan de modelvliegclub... dat daar een hele distributiepark komt. Ja, mijn nekharen die... Hou de vraag kort, hè, want het gaat allemaal van de tijd van het antwoord af. Dus de vraag is, kunnen we dat veranderen? Ik vrees van niet. Waarom... Maakt u geen vrienden mee hier, denk ik. Ja, maar je moet ook gewoon eerlijk zijn. Hè? Kijk, dat er bedrijvigheid op de Langton zou komen, dateert van 2003. 2003, ik zeg het nog een keer. 2003, toen was Rozenburg een zelfstandige gemeente. Toen Rozenburg overging in Rotterdam, zijn die plannen nog een keer bestendigd. Ik heb dit hele verleden heb ik laten optrommelen, zodat ik goed geïnformeerd ben. Maar de laatste keer dat daarmee gestoeid is, was naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. Die door gemeente Rotterdam erop wees dat voor een aantal bedrijven die daar terecht zouden komen, onvoldoende rekening was gehouden met hun eigen belangen. En de gemeenteraad moest in opdracht van de Raad van State die plannen wijzigen. En de gemeenteraad heeft dus van Rotterdam in 2015 ten ene malen deze contouren die nu ook hier voor mij op een stuk papier zijn, namelijk een stukje van de Langton gebruiken voor industriële activiteiten, in 2015 gewoon besloten. Maar de activiteit dateren dus echt vanaf 2003, toen Rozenburg gewoon een zelfstandige gemeente was. Dus als mensen zeggen, we zijn verrast, dan weet ik niet wat daar precies eigenlijk gebeurd is de afgelopen jaren. Of dat nou in de informatievoorziening is geweest. Want ja, wat heeft dan de gebiedscommissie gedaan heeft al die tijd? Of toen hadden wij nog andere structuren. Maar er hadden ook vertegenwoordiging van de mensen in Rozenburg die gewoon betrokken waren en moesten hebben geweten van de planontwikkeling in het gebied. Dus nieuw is dat dus niet. En de bestemmingsplannen met belangen van die bedrijven, die zijn dus nu vastgelegd. U gaat met elkaar spreken 1 november, dacht ik, over wat daar gaat gebeuren. Dus mijn advies aan u zal zijn, ik doe het in het openbaar, is vooral dat u met elkaar gaat praten over de inpassing en hoe zorg je ervoor dat het zo goed mogelijk past. Want helemaal terugdraaien met een uitspraak van de Raad van State 2015, daar zou ik u zoveel kans op geven. Ik heb Barbara Katman, dat is dan de wethouder op kleine gebieden, die we nu in het college hebben vanmiddag nog gesproken. Zij wil ook heel graag op die 1 november met jullie en alle andere belanghebbenden gaan spreken over hoe verre. Maar dat het bestemmingsplan definitief vastgesteld is in 2015 naar een uitspraak van de Raad van State. Ja, dat kan toch niet echt een verrassing zijn voor iedereen. Nou, maar het was bij ons onduidelijk, maar ook in Rotterdam, het gemeenteraad, bij de actualiteitsraad afgelopen donderdag. Alle partijen die er waren, die was niet op de hoogte van deze ontwikkeling. Dat is op zichzelf niet verwonderlijk. We hebben natuurlijk voor een groot deel een nieuwe gemeenteraad. Ja. Mijn nieuwe gemeenteraadsleden ook. Ja, die hebben niet altijd de geschiedenis meegekregen. Ja. Maar ik heb begrepen, ik was er zelf niet bij de raad, maar ik heb begrepen dat de wethouders nog deze geschiedenis die ik nu vertel ook gewoon aan de gemeenteraad hebben, ja, nog een keer hebben meegegeven. En daar is het ook mee afgelopen. Dus ik verwacht niet dat die bestemming op zichzelf ingrijpend gaat wijzigen. Maar over de bebouwing en de manier van inpassen en hoe dat eruit gaat zien, et cetera, daar zou ik u willen adviseren om daar het gesprek over te voeren met het havenbedrijf en anderen. Laat ik eens even kijken hoe de stemming is in de zaal. Ik denk zo'n 50, 60 mensen hier. Als u eens de hand opsteekt die tegen de bebouwing van de... Ja, dat hadden we kunnen verwachten natuurlijk. Nee, dat verrast mij niet. Nee. Maar laten we wel weten... Bijna de hele zaal unaniem. Dat verrast mij ook niet, hè? Nee.
De handen gaan nog een keer omhoog voor de foto. Er zijn handtekeningen verzameld. Nee, dat snap ik ook wel. Aan de andere kant, laten we ook eerlijk zijn, is het ook dit gebied wat vraagt van we moeten ook werkgelegenheid hier in het gebied hebben. We moeten weer meer mensen krijgen in Rozenburg, want Rozenburg is gekrompen afgelopen jaren. Er moeten meer mensen komen die hier gaan wonen. Ja, die komen hier alleen wonen als er ook werkgelegenheid is. Dus dat is weer de andere kant van de medaille. Maar ik snap natuurlijk heel goed als mensen zeggen, ja, maar ik had dat liever anders gehad. Overigens, wat altijd groen was, bestemd in de landtong, blijft dus ook echt groen. Nee, precies, het gaat de landtong, het gaat om... Ik heb begrepen, en ik zie hier een tekening ook, dat het zuidelijke deel van de landtong, hè, daar komt dat distributiecentrum, maar de recreatieve kant, de noordelijke kant, waar ook een strandje komt, dat blijft groen, staat op deze tekening. En die heb jij ook in handen, namelijk. En ik heb begrepen overigens dat het havenbedrijf ook zegt dat men daar graag nog een fietspad wil aanleggen. Wat ik ook, dus wat bedoeld was voor recreatie, blijft dan ook voor recreatie. Maar nogmaals, in 2003 was deze ontwikkeling gewoon onder zelfstandig Rozenburg al voorzien. Ik sprak eerder ook wat mensen hier en die zaten een beetje af te geven op het havenbedrijf. Er werd zelfs gezegd, het havenbedrijf is een staat binnen een staat. Met andere woorden, is het niet handig om wat meer draagvlak namens het havenbedrijf voor deze operatie te gaan creëren? Draagvlak, ik bestrijd overigens dat het havenbedrijf een staat binnen een staat is. Dat was een opmerking hier, dat was niet mijn mening. Ik kan het gevoel voorstellen, maar het havenbedrijf opereert hier binnen de besluitvorming van de gemeenteraad. Als de gemeenteraad dat zo niet had besloten, had het havenbedrijf dat zo ook niet gedaan. Ik denk dat het goed is om dat even recht te zetten. Maar u zei 2003 is dit al bepaald, hè? Een bestemmingsplan. En dat is 15 jaar geleden. Ja. Gebeurt het ook wel eens dat je zeg maar 15 jaar later wordt ingehaald door de actualiteit en zegt van ja, er komt al een windpark daar, we gaan de tunnel aanleggen, er komt meer verkeer. Kortom, laten we toch kijken of er misschien op de Tweede Maasvlakte een plekje is voor dat centrum. Dat heeft de politiek gedaan in 2015. En in 2005, dat is nu zo heel lang geleden, dat is 3 jaar geleden, heeft ook de Raad van State die ontwikkeling ook als legitiem gevonden. Heeft ook zelfs aangegeven dat die ontwikkeling nadien ook niet meer inzage te worden gelegd. Maar ik zou de bewoners willen aanspreken, of willen aansporen vooral om 1 november, vooral in gesprek te gaan, zowel met havenbedrijf als met Barbara Katman, wethouder kleine gebieden, om dan te kijken hoe eventueel de inpassing van de eender zodanig kan plaatsvinden. En misschien krijg je er iets anders voor terug, maar misschien suggereer ik iets wat ik niet mag suggereren. Het is een gesloten bijeenkomst, daar mogen wij niet bij zijn. Dus daar horen we ook niets van de gebiedscommissie wat er afgesproken is? Nee, volgens de wethouder Katman is het de bedoeling dat er gewoon inspraak gaat beginnen. En inspraak doe je niet achter gesloten deuren. Ja. Inspraak doe je gewoon zoals vanavond, zoals ik hier ben, dan praat je met mensen. Volgens mij is dat de bedoeling. Wij hebben inmiddels contact gehad met het havenbedrijf. We gaan na de herfstvakantie gaan we dus een wandeling op de Langtong maken en dan gaat het havenbedrijf uitleggen wat de bedoeling is. En of wij eventueel dingen aan kunnen passen. Ja, een openbaar advies, dat doe ik niet zo heel snel aan. Een advies is, steek niet in op het bestrijden van het bestemmingsplan. Maar kijk vooral naar wat je daarvoor kunt terugkrijgen. Maar als je zelf manager... Kijk vooral wat je daarvoor kunt terugkrijgen. Let op, hè, de burgemeester heeft het nu 4 keer gezegd. Ja. Jullie krijgen er iets voor terug. Kunt u een tipje van de sluier? Nee, wat krijgen ze ervan terug? Het is een kwestie van onderhandelen. Ja. Ga praten, ga onderhandelen. Maar waar moeten we aan denken? Ik kijk of je daar iets voor terugkrijgt. Nou, u krijgt er iets voor terug. We nemen er mee. En er zitten genoeg mensen hier die weten hoe je moet onderhandelen. Ik zou zeggen, ga praten. Maar denk aan de verkeersveiligheid. Want dat wordt natuurlijk nog een punt. Met een distributiepark. Kijk, ze noemen zelf punten waar ze graag over willen spreken. Precies. Kijk, ik bedoel maar. Hè? Rien, er zijn nog veel meer mensen in de zaal. Ik houd ermee op. Goed zo. Er staat een mevrouw, ook over de landtong, geloof ik. Nou, kom op. Een vrouwenstem is altijd welkom even naar deze mannen. Rien, die zei het net al. Ik ben Thea Bergwerf. Waar we ons zorgen ook maar over maken is de verkeersdruk die er gaat ontstaan als er een distributiecentrum en zelfs distributiecentra's op de landtong komen. Want nu met de bouw van de Blankenburgtunnel is er natuurlijk al meer druk van verkeer. U heeft zelf inderdaad ook al gezien dat het moeilijk is om Rozenburg te bereiken. Gisteren was ook de veerpont weer even uitgevallen. Dus de uitvalswegen Rozenburg uit, die staan vaak al vast. Ja.
En we hebben die kleine rotonde bij de Kobelfret. Als daar straks al dat verkeer vanaf de Landtong ook nog overheen moet komen, dan krijgen we sowieso vanaf de Noordzeeweg heel veel drukte van verkeer. Ja. Dus dat is mijn vraag, van wordt daar inderdaad rekening mee gehouden? Nou, kijk, ik zei net, ga onderhandelen. En er worden nu al twee punten genoemd waarvan ik denk, daar moet je met elkaar over gaan spreken. Want wie zegt dat al die goederen die daar zijn per vrachtwagen zullen worden afgevoerd? Misschien wel over kleine schepen over water. Of misschien via de drones. Ik denk dat het echt goed is om juist over dit soort... dat zijn legitieme vragen. Kijk, het besluit van de gemeenteraad uit 2015, gesanctioneerd door de Raad van State, daarvan geef ik u weinig kans om daar iets mee te kunnen doen. Maar over de omstandigheden, over de inpassing en over de manier waarop de goederen daar komen en de manier waarop de goederen het gebied verlaten, et cetera. Daar heeft u natuurlijk fantastische gesprekspunten over de inpassing. En dat was net eigenlijk het advies wat ik u net heb gegeven. En wordt bij de plannen ook rekening gehouden met duurzaamheid? Dat er wordt gekeken van de bouwplannen of daar ook echt met duurzaamheid rekening wordt gehouden? Nou ja, een van de dingen die gaat gebeuren is dat de schepen van Herema, ik weet niet of u dat verhaal kent, maar Herema die heeft hier schepen met hijskranen. Ja, die zullen worden aangesloten. Dat is iets waar u als een deel van het gebied daar moeite mee heeft met die windmolens. Maar die windmolens die gaan dus walstroom leveren voor die schepen om daarop aangesloten te worden, zodat ze niet van die smurrie gaan verbranden, maar dat daar gedraaid gaat worden op elektriciteit die windmolens gaan leveren. Dus dat is eigenlijk al met al in dat opzicht voor de toekomst een hele gunstige ontwikkeling als het gaat om de luchtkwaliteit hier in het gebied. Dank u wel. Er luisteren natuurlijk veel meer mensen naar Radio Rijnmond dan alleen Rozenburgers. En ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen buiten Rozenburg of dit gebied niet kennen, denken, waar maken die mensen zich druk over? Kijk op de landkaart en je ziet dat Rozenburg wordt omgeven door allerlei activiteit, petrochemie, infrastructuur, bewegingen. En dan komt er een distributiecentrum en dat kan dan niet. Wat zou u daar willen zeggen? Begrijpt u wel de kritiek van de mensen? Ja, ik begrijp de kritiek van de mensen heel goed. Aan de andere kant is het zo dat veel van dit soort voorzieningen zet je bijna nooit ergens zonder dat er ergens iets van een tegenspraak is. En ik hou ook van tegenspraak, want ja, dan kun je ook de mooie dingen met elkaar organiseren. Als mensen tegenspraak leveren, kunnen ze misschien in onderhandelingen ook een aantal dingen anders geregeld krijgen. Dat lijkt me ook erg zinvol. Dus, en het feit dat er heel veel petrochemie eromheen staat, daar heeft natuurlijk Rozenburg zijn bestaan aan te danken, zou ik maar zeggen. Maar je moet ook geen onbezonnen dingen doen. Dus ik denk dat het goed is dat de bewoners kritisch blijven ten opzichte van de overheid. Maar sowieso vind ik, als er sprake is van macht, en dat is zo aan de Koolsingel 40, is het prettig dat er tegenmacht wordt georganiseerd. Altijd fijn. Nou, we zijn bijna aan het einde van de uitzending. Misschien is er nog iemand met een korte vraag. Ik zag net een dame trouwens lopen met handtekeningen. Waar zit die dame trouwens? Daar. Misschien wil burgemeester Aboutane wel een handtekening zetten. Altijd voor één. Ik zou zeggen, kom even op het podium. Ik zou zeggen niet zetten, maar ik zou ze willen aannemen. Kijk, misschien kunt u even een blik werpen op wat deze dame heeft verzameld. Ik weet niet hoeveel jullie inmiddels al binnen hebt. Dat gaat ook over de landtongproblematiek. Loopt u rustig even naar die kant en laat u even burgemeester Aboutaleb zien wat u heeft verzameld. Hallo. Wij zijn een petitie gestart om handtekeningen op te halen tegen de plannen zoals ze er nu liggen. En ik wil dus vragen of u ook wilt tekenen. Nee, ik ga niet tekenen. Dat komt omdat de burgemeester één functie heeft, dat is namelijk burgemeester en geen actievoerder. Maar ik ben met alle plezier bereid om de handtekeningen mee te nemen naar de gemeenteraad. Als u dat mij vraagt, ben ik met alle plezier bereid ze mee te nemen. Er komen er nog meer, denk ik. Maar we komen ze dan wel bij u brengen op de Koolsingel, want ik ben pas vanmiddag begonnen en we willen nog veel verder. Ik maak er ruimte in mijn agenda. Dan mag u een half uurtje bij me langskomen met nog meer actievoerders om mij handtekeningen aan te bieden. Prima, dank u wel. Hey, meneer de burgemeester, ik wil zeggen, ik zit hier als burgemeester. Het oude stiel weer, de verslaggever Aboutaleb. Goed, hè? Ja, hij kan het nog, hoor. Nog kort een slotopmerking van deze meneer hier. Wie bent u? Goedendag, ik ben Erwin van Heijsten, vader van die knul daarnet. En ik ben lid van de gebiedscommissie en daar zitten mijn collega's. U had het net over macht, burgemeester. De macht ligt bij de Koolsingel, zei u. Ik denk, mijn vraag is eigenlijk, kunt u uitleggen hoe de onafhankelijkheid van de gemeente Rotterdam ten opzichte van het havenbedrijf gewaarborgd is? Rotterdam is groot aandeelhouder. Maar daar is weinig tijd voor. Dat lijkt mij een heel uitgebreid verhaal.
Hè? Of misschien want juist niet. Dat gaat ook over macht. Ja. En misschien, hè, de mensen hebben echt het gevoel dat het havenbedrijf hier aan touwtjes trekt. Nou, dat is echt niet zo. Het havenbedrijf kan niet openbare ruimte in beslag nemen om daar activiteit op te ondernemen als ze niet gesanctioneerd is door de gemeenteraad. Het maken van plannen, het aanwijzen van gebieden, het nemen van besluiten dat er ergens gebouwd mag worden, is echt een zaak van de gemeenteraad eerst. En daar ligt echt de macht. Het havenbedrijf kan natuurlijk ergens om vragen. Maar als de gemeenteraad het niet goed vindt, gebeurt dat niet. En vergeet niet, één keer per jaar nemen wij weer een havenverordening aan. Straks weer bij de begroting nemen wij weer een havenverordening. Overigens, het is goed dat u weet, de voorzitter van uw gebiedscommissie mag dan ook daar in de gemeenteraad komen inspreken. Hè? In de gemeenteraad mogen inspreken. Dus als u dat wilt, kunt u ook gebruik maken van die mogelijkheid om dit of ander standpunt te komen vertellen. De gemeenteraad, het havenbedrijf heeft wel degelijk een behoorlijke manoeuvreerruimte als het gaat om investeringen doen, et cetera. Maar altijd binnen de kaders die door de gemeenteraad worden bepaald en niet anders. Dank u wel. Graag gedaan, dames en heren. Deze uitzending loopt tot een einde. Ik wil u, burgemeester Aboutaleb, zeer bedanken voor het feit dat u via de file links en rechts hier op tijd bent gekomen. Ik denk ook dat het wordt gewaardeerd door de mensen. U zei al, u komt vaker hier. Wanneer is de volgende afspraak hier in Rozenburg? Dat weet ik niet, maar ergens begin volgend jaar. Maar altijd heel prettig om hier te zijn. Ja. Nou, dames en heren, u hoort het. 1 november is een belangrijke dag. Hè. De landtong, wat toch een belangrijk thema is, ook in deze uitzending. Ja, dat bestemmingsplan 2003 is het allemaal al vastgelegd. De Raad van State heeft er een plasje over gedaan en het staat allemaal vast. U heeft wel invloed over hoe het er allemaal uit gaat zien. Dus daar zou ik zeker gebruik van maken, denk ik. Ik denk dat we daarmee kunnen concurreren. Ik vond het fijn. Graag gedaan. Dames en heren, ik zou graag een applaus willen voor de burgemeester Aboutaleb en alle medewerkers van deze Rijnmond Nu. Mirjam Wilkens, Willem Theo, Bob Hoogkamer, Stefano, Samsi, Edo Pieper en alle andere mensen die hier aan mee hebben gewerkt. Het was een eer en genoeg om bij jullie te gast te zijn. En ik kom gauw nog een keertje terug. Zo niet in het zwembad, dan wel elders op de landtong. Dames en heren, dank jullie wel en een fijne avond.